zwaar weer op het moment. En dat houdt zoveel in dat ik een van de 16 werknemers ben die eigenlijk afgelopen maandag zijn laatste werkdag heeft gehad. Ik wil dan nu, ja, ik sta dus een beetje met gemengde gevoelens hier, maar ik wil er dus nu ook niet zo heel ver over uitbreiden. Maar het medalab van Worm is dus morgen. Wij zijn in 2007 begonnen met een groep alumni destijds van het Piet Zwart Instituut Media Design. De Media Design afdeling die eerst onder leiding van Matthew Fuller stond en later onder leiding van Florian Kramer. En wij zijn toen de tijd eigenlijk begonnen bij Worm om een soort DIY Media Lab op te richten waarin wij als beeldend, wij waren eigenlijk allemaal beeldend kunstenaars, nu nog steeds. We zijn een soort kunstenaarscollectief als onderdeel van een kunstenaarscollectief, wat dan het grote geheel van Worm is. Waar ook, bijvoorbeeld een filmwerkplaats aanwezig is en een geluidsstudio. En als beeldend kunstenaars richten wij ons vooral op nieuwe technologie en het begrijpen van die technologie. En ook dus als zodanig werk maken met technologie die ook echt vaak functioneel is. Dus niet zozeer speculatief werk van hints naar nieuwe technologie die interessant lijkt te worden op dat moment, oftewel de hypes van het moment. Maar wij waren meer gefascineerd door ook het echt maken van dingen. En op onze website modder.net kan je dus ook netjes in chronologische volgorde alle projecten zien die wij gedaan hebben. Dus ik ga er een aantal dingen laat ik even iets zien en ik ga vertellen over twee nieuwe projecten waar we aan werken. Maar een groot voordeel wat wij natuurlijk gehad hebben in de laatste jaren is dat wij een plek als deze en voorheen het oude gebouw van Worm op de Achterhaven als soort van speeltuin hebben gehad. Dus hier is het gewoon heel makkelijk om events te organiseren als workshops, kleine tentoonstellingen. We werken veel met residents en we kunnen natuurlijk inhaken op verschillende live events of zelf publieke events organiseren in cinema of concertzaal. Verleden week hadden we bijvoorbeeld de Libre Graphics Research Meeting. Kort gezegd, LGRU is een internationaal consortium waar wij deel van uitmaken met partners onder andere in Madrid, Media Lab Prado, Pixel in Noorwegen, Bergen en Constant in Brussel. En een aantal associates die daaraan verbonden zijn. Waaronder bijvoorbeeld in dit geval Floss Manix, dus wat dus een platform is voor vrije manuals, voor vrije software. En samen met Floss Manix hebben we gewerkt aan een programma voor de research meeting waarin we een zogenaamde booksprint hebben gedaan. Dus we hebben in twee middagen tijd een aanzet gedaan tot een nieuw boek. Dus door collaboratief te schrijven via een online platform en in fysiek aan tafel met een aantal mensen. Maar zoals ik net al zei, we organiseren bijvoorbeeld ook workshops. deze was vorig jaar een keer. Toen had de RET in Rotterdam besloten dat 65-plussers waarschijnlijk door allerlei bezuinigingen weer moesten gaan betalen voor hun openbaar vervoer. Wat voor ons een goede aanleiding was om een 65-plus workshop over chipkaart hacken te organiseren. Helaas hadden we maar twee aanmeldingen en eentje daarvan die schrok ook op het laatste moment ook nog weer terug. Dus het was een rustig moment. Maar ja, TV Rijnmond heeft er wel een heel item over gemaakt, dus uiteindelijk waren we wel blij met een resultaat. Maar een meer recente workshop, laat ik even een clipje van zien, is de Extended View Toolkit Workshop. En Extended View is een toolkit voor Pure Data, waarmee je panoramic video en projection mapping kan doen. Het is dus echt helemaal open source software, is vooral gericht op kunstenaars en makers die gewoon geïnteresseerd zijn in het, ja, zoals ik al aangaf, in het zelf begrijpen van technologie en gewoon zelf graag met die dingen aan de slag willen. En de camera die je net zag, die ook echt heel erg DIY was met webcam, plastic fles om hem buiten te kunnen hangen, daar hebben we in onze workshop een nieuwe versie van gemaakt. Dus dit was een eerste versie.
multiple camera systeem om dus 360 graden video te doen. Dus je moet denken aan een soort DIY Google Street View idee. En dus dit is DIY Google Street View anno 2012. Hier zit een kleine webcam die je dus aan een laptop zou kunnen hangen die eventueel in je rugzak zit. En een klein plexiglas buisje en een kopspiegelramp. Die dus de camera is dus gericht op de kopspiegelramp, waardoor je een 360 graden beeld krijgt van de omgeving. En de software toolkit die onze gasten dus gemaakt hebben en hier in de residency hebben ze dus aan een nieuwe versie van die software gewerkt. Die is er dus op geënt om die 360 graden video soort van te unwrappen. Dus het wordt uitgevouwen, waardoor je dus grootschalige multiprojector projectiesystemen kan opzetten. Je moet je voorstellen dat dit soort technologie kost in de commerciële sector tienduizenden euro's. En deze helmcamera kost €80 inclusief de camera. En de software is vrij beschikbaar. Jullie verkopen die ook? Nou, we hebben mensen geleerd hoe die te maken. En het was heel grappig, omdat waren mensen aangespoord om met verschillende camera's te komen. Dus er zijn mensen geweest die voor iPhone een dergelijk systeem hebben gebouwd. Of voor kleine compact camera's. Dus eigenlijk iedereen. En we hadden ook zelfs iemand die. Ah ja, ik heb zelf voor een DSLR heb ik een systeempje gemaakt. Allemaal gebaseerd op die kopspiegel. Dus we hadden een variatie aan. Een systeem. Zoals al eerder voorbij kwam, er kwamen al een aantal hackathons voorbij. Wij werken ook binnenkort mee aan een hackathon waar we in samenwerking met Rotterdam Open Data nu een drietal apps voor aan het ontwikkelen zijn. Dus die dus gebruik maakt van hun datastorm. Dus ook allemaal heel spannend. Maar om even weer in te haken op inderdaad een eerder project, dat werd al heel even aangehaald. We zijn afgelopen zomer bezig geweest met een vervolg op onze webwerp in Nul Suicide Machine. Dat is een project voor degene die het niet helemaal mee heeft gekregen, dat we eind 2009 gelanceerd hebben. En in dat project spoorden we eigenlijk gebruikers aan om zich te ontdoen van een aantal virtuele identiteiten. Dus het uitgangspunt was eigenlijk een oude newspace bij WOM, of een nieuwjaarsreceptie eigenlijk, waarin we mensen uitnodigden om het nieuwe jaar in te gaan zonder een aantal van je digitale beslommeringen. Dus het idee was om een aantal profielen die je gewoon toch niet meer gebruikte, om die te deleten. En op dat feest hadden we dus een vrij rudimentaire eerste versie van de Suicide Machine staan. En daar kregen we toen zoveel goede reacties op dat we dat project toen verder uit hebben gebouwd. En dat is verder uitgebouwd, dus zacht uitgedrukt, want het is dus echt de hele wereld eigenlijk overgegaan. Op dit moment, van de zomer hebben we dus ook weer met een tweetal residents uit de Verenigde Staten, Owen Mundy en Tim Schwartz, hebben we aan een aantal projecten gewerkt. Eentje daarvan was een API hacking masterclass, waarin we deelnemers leerden hoe je inderdaad van social networks of grotere entiteiten op het internet de API's, dus de achterliggende stromen kan bekijken en die kan modificeren. En tegelijkertijd hebben we met die residents gewerkt aan een nieuw project. En dat is dit. En dit project is dus op dit moment onderweg naar een nieuw onderkomen in een fancy datacentrum ergens hier in de stad. Dus helaas is de website even niet beschikbaar. Slechte timing, maar oké. Even kijken. Maar ik kan wel even een filmpje ervan laten zien. You've been working hard on your Facebook profile for years now. You poked your grandma, added posts, even played Farmville once. You've put all this time into it, but now it just feels blah. You did it. You put your data in the cloud. It's not as bright and dreamy as you thought.
It's actually, well, kind of dark. But wait, this is your data. You should be able to save it, enjoy it, and have the freedom to share it as you see fit. Now you can. It's really easy, thanks to Commodify Us. Export your data from Facebook following the instructions at Commodify Us. Upload your data and discover its creative potential. Learn about other opportunities to license your data and make money. Your time behind the screen is never worthless at Commodify Us. They make money off your data. Why can't you? Dus wat wij doen in Commodify Data is dus het commodificeren van de gebruiker. En het is een reactie op de nieuwe toegevoegde functionaliteit van Facebook. Of ja, recentelijk toegevoegde functionaliteit van Facebook. Waarin users dus hun eigen profieldata kunnen downloaden. En wij vonden dat zo'n wonderlijk verhaal. Eigenlijk ook een beetje in de nasleep van de suicide machine. Dat je dit soort dingen natuurlijk ook... ook bijhoudt, wat zo'n platform ook onder invloed van of onder druk van politiek en grotere krachten eigenlijk ja, waar zo'n platform dan mee komt, zeg maar. En wij hebben dus een systeem gebouwd om analyses te doen op die dataprofielen. Er zijn twee mogelijkheden. Je kan een regulier data profiel downloaden en je kan een extended profiel downloaden. En ik zal even de verschillen er een beetje in laten zien. So, dit is een normaal profiel, of een, de reguliere download, die dus ook wat kleiner is. En je ziet dat je, ja, je kan zien dat je bijvoorbeeld een verjaardag hebt ingevuld. Je hebt één hometown, je ziet allerlei, je hebt een soort een cloud die aangeeft welke ads het meeste naar jou gemikt worden. Maar is dit van Facebook zelf of van jullie? Dit is... een weergave van onze analytics. Dus dit is op het moment dat iemand zijn profiel uploadt bij onze service, dan geven wij een dergelijke weergave terug aan de gebruiker. Waarin dus uiteindelijk ook een soort een puntenscore komt staan tussen de 0 en 100. Waarin we de gebruiker dus heel simpel weergeven van jij bent zoveel waard, volgens ons. En het idee is dus om vervolgens die profielen te gaan vermarkten. En het geld wat we daar, de revenue die we daarmee maken, die geven we terug aan de users. Dus in tegenstelling tot hoe Facebook nu zelf eigenlijk monopoliseert of kapitaliseert op ja, wat jullie allemaal daar invoeren, willen wij eigenlijk hetzelfde doen door het uit Facebook weg te halen, maar het geld eigenlijk gewoon aan jullie te geven. Dat is heel kort gezegd het idee. Het bizarre is wel dat op het moment dat we bijvoorbeeld met een extended profiel, toen we erachter kwamen van hé, dat kan ook, en laten we eens kijken wat daarin zit, wordt iets beangstigender. Dus je ziet meteen al hier een active session, die gewoon misschien nog openstaan of de meest recente sessions die je gehad hebt. Je ziet hier pages en apps waarvan je administrator bent, dus door dit zou het vrij makkelijk te achterhalen zijn wie je eigenlijk bent, in het geval dat zo'n profiel nog überhaupt nog een klein beetje anoniem zou kunnen zijn. Verderop zie je weer dezelfde ad topics, deleted friends zie je ook, en facial recognition data, ook niet oninteressant. Maar hier zijn toch de dingen die in het extended profiel ja, nogal heftig naar voren komen, zijn vrij... ja, vrij extreme tracking van waar heb je ingelogd, op welke momenten ben je actief geweest met je account. En, dus, en eigenlijk de weergave die wij hiervan, of die wij nu hier zo laten zien, is nog maar vrij circumstantial. Dus het, als je echt heel diep naar die data zou kijken, dan kun je nog op veel meer omstandelijke, hoe zeg je dat in het Nederlands? Omstandelijke bewijs nemen. Circumstantial evidence situaties. Maar wat we natuurlijk ook kunnen doen, dus je ziet in de vorige dat in de zijkant hebben we dus allerlei buttons die we kunnen collapsen of expanden of collapsen. En hier zie je dus bijvoorbeeld dat op het moment dat alle dingen collapsed zijn, dus dat er geen expanded data te zien is,
dat eigenlijk van alle data fields of de dingen die wij in dit geval aan de user weer teruggeven, dat het eigenlijk ook helemaal geanonimiseerd is. En het idee is dus om ook een soort previews van dit soort datasets vrij beschikbaar te maken onder een free culture license. Dus er zijn maar een aantal ideeën in de achtergrond in het vermarkten van dit soort dingen. En ja, we hopen eigenlijk op ja, meer innovatief gebruik ook van dit soort dingen. Of misschien eindelijk advertenties waar je echt iets aan hebt. Ik moet stoppen. Ja. Ja. Oké. Okay. Goed, nou dat was het. Dankjewel. Worm viel natuurlijk oorspronkelijk onder de basisinfrastructuur. Helaas stopt dat natuurlijk 1 januari. Zo'n project, daar zijn jullie tijd mee bezig geweest vanuit ook de oude structuur van Worm nog. Als jullie nou zo'n idee hebben, zouden jullie dan op projectbasis een aanvraag gaan doen bij het stimuleringsfonds creatieve industrie? Is dat iets wat als vervanging kan dienen voor jullie oude activiteit? Op papier of theoretisch gezien zou je dat denken inderdaad. Alleen het probleem met onze praktijk, ja, ik vind het geen probleem, maar wij zijn doorgaans niet het type maker die eerst een subsidie gaat schrijven en vervolgens dan iets gaat maken. Dus wij zijn onszelf vaak te dom af op die manier. Dus wij beginnen vaak meestal als we een goed idee denken te hebben, dan gaan we gewoon meteen aan de slag. En dat is ook, kijk, de Suicide Machine is in die zin een goed voorbeeld daarvan, waar we gewoon verschrikkelijk veel tijd en ook geld in hebben zitten en ja, eigenlijk ook nooit een cent van terug hebben gezien. Dus ja, in de toekomst moeten we dat wellicht anders gaan doen. En ja, we zijn ook wel met andere dingen bezig op dit moment. Bijvoorbeeld, ja, stel dat zoiets als dit echt gaat werken en je kan daar zelfs een soort revenue uithalen die interessant blijkt te zijn ofzo. Dan, kijk, wij zijn ook als lab wel op zoek naar andere modellen om eventueel zelfvoorzienend te worden. Maar hoe dat in de toekomst met subsidies te doen, dat blijft altijd een beetje schipperen eigenlijk. Zijn er nog vragen vanuit de zaal voor morgen? Nee. Dankjewel, nogmaals wat.